Hi, goedemorgen. Welkom op mijn hobby YouTube kanaal. Ik heb het gedaan. En haar. Ik heb mijn allereerste bestelling gedaan bij Charlotte Tilbury. Het merk trekt mij vanwege de verpakkingen en hoe het zou presteren. Ergens heb ik wel de blush van Pillow Talk al. Die had ik al. Maar goed, ik heb het gedaan. Dus dat gaan we proberen vandaag. Er zit niet zo heel veel in. Ik heb 3 producten gekocht en 3 samples gekregen. 4 samples gekregen. En die heb ik vandaag gebruikt. Dat was de Magic Cream. Dat zit dan in zo'n... Oké, ik heb het goed dik opgesmeerd. Het is een dikke crème. Als je voorzichtig bent, kan je hier 2 keer mee insmeren. Niet meer dan dat. Sorry, ik gooi het gelijk even weg. Kan je hier 2 keer mee insmeren. Ik heb het ook rond mijn ogen gedaan. Beware, het prikt. Dan weten jullie dat. Het zit dus in een doosje met hier de... adressticker en dan ziet de binnenkant er zo uit en met een papiertje en dan krijg je zo de doosjes. Dan gaan we beginnen met de concealer. Dit is de Beautiful Skin Concealer, de nieuwe, en die heb ik in de kleur 3 Fair. Ik heb nog nooit een concealer van Charlotte Tilbury geprobeerd, dus ik weet het niet. Ik hoor daar gemengde verhalen over. Dus ik weet het niet. Ik heb de dagcreme op de Magic Cream van Charlotte Tilbury. En ik heb een klein beetje under eye brightening op van Catrice. Voor het blauw een beetje te camoufleren. Ik zie dat ik hier iets heb op mijn gezicht. Dus we gaan beginnen en ik ga onder mijn ogen doen, boven mijn wenkbrauwen en bij mijn wijnvlek en rond mijn neus. En dan gaan we kijken wat het doet. Het is een hele gewone, een beetje schuin aflopend wand, doe voet, hoe noem je het? Ik heb wel filmpjes gezien van dat je er snel te veel van kan hebben. En ik heb op zich nooit heel veel dekking nodig, zeg maar. Dus zo. Ik ben benieuwd. Ik heb de kleur 3 Fair en die had ik even op mijn hand geswatcht. En dan lijkt die een beetje roze. Kwastje van Real Techniques. Oké, hij dekt voor mij genoeg, zeg maar, voor de rode vlekken. Maar ik hou niet van full coverage, dus ja. Als je daar wel van houdt, dan zou je... Ik denk het niet genoeg vinden. Het is een, ik denk, medium dekking. Het blendt wel makkelijk weg. Het voelt niet heel dik. Maar ik kan me voorstellen als je hier een ouderwetse soep doet. Dat dat... te veel is en te dik voelt. Het is wel heel glit. Shiny. Shiny. Met wat er op de kwast zit doe ik gewoon een beetje zo...
Ja, dat lijkt me prima. Ja, de kleur is prima voor mij. Niet te licht, daar hou ik van. Niet te warm, want ik ben neutraal tot koel. Ja. En dan heb ik eindelijk de Beautiful Skin Foundation. Andersom, zo. De Beautiful Skin Foundation. In de kleur 3 Neutral. Al die belachelijke claims, daar gaan we geen aandacht aan besteden verder. Dan weten we allemaal wat de meeste mensen daarvan vinden. Maar het hoort een beetje bij Charlotte Tilbury. Het is een zoals jullie weten, waarschijnlijk een gouden tube. Zo, een gouden tube. Met een pomp. En ik ga heel even hier. Ik denk, zo, twee pompjes. Geen idee hoeveel je nodig hebt. Dit is de kleur. Kleur vind ik dan ten opzichte van de concealer wel weer wat warm ogen. Waar is mijn doekje? Hier is mijn doekje. Here we go. En nogmaals, ik hou wel van een lichte dekking. Ik vind het fijn als je niet te veel roodheid ziet. Maar ik mag er nog wel doorheen komen hoor. Ik hoef niet, zeg maar, voor elke dag full glam te zijn. We gaan zo naar de bioscoop. Dus niemand die het ziet. Het is wat dikker dan ik had gedacht. Het heeft een lichte dekking, vind ik. Dit is op zich prima voor mij. Klein beetje extra op de rode vlek. En op het voorhoofd hier zo, bij die plekken. Op de oogleden. En naar beneden bij de nek. Want daar heb ik ook hier rode vlekken. En de contour van die vlek zie je altijd. Dat is nou eenmaal zo. Oké, even kijken. Ik doe ook altijd lippen mee op het einde. Dan zit er wat minder product op, maar dat haalt een beetje de basiskleur van mijn lippen af. Oké, ik zie dat het in eerste instantie niet vastgrijpt op de droge plekken die ik op mijn voorhoofd heb. Ik heb hier een plek en hier. En daar lijkt het niet heel erg op vast te grijpen. Het lijkt daar mooi overheen te gaan. Ook op mijn neus. Hier heb ik ook vaak zo. En dat lijkt het allemaal echt prima te doen. Ik heb dit over. Dus ik denk dat ik met een pompje voor elke dag gewoon rond zou kunnen. Voel ik het? Nee. En dat komt voornamelijk, denk ik, omdat het gewoon voelt alsof je een hele rijke moisturizer op je huid hebt. Ik vind het niet erg. De kleur is iets te donker. Kijk, nou, dat zien jullie niet, denk ik. Op
de camera. Maar dat zie ik wel. Maar ik ben hier echt heel wit. Ik vind het niet erg. Als je ook zo je... Ik doe mijn haar zo meteen los hoor. Dus ik ga niet de hele achterkant ook doen. Maar het... Nou. Ik ben er wel blij mee. Het ziet er goed uit. Het is wel heel dewy. Maar dat is altijd een beetje... Ik vind het niet lelijk. Ik hou van wat meer mat. Een beetje een natuurlijke finish. Dennis houdt echt van een mat gezicht bij mij. Het is wel zo dat als je dit hebt en je hebt mijn postuur. Hè, ik ben natuurlijk gewoon dik. Dat mensen vaak denken, oh jeetje, ze zweet heel erg. Terwijl dat misschien helemaal niet aan de gang is. Maar door dat dewy lijkt dat voor anderen vaak zo. Hoewel het wel heel mooi dewy is. Maar omdat het all over the face is, is het misschien een beetje veel. Ik ga met de Charlotte Tilbury Iconic Nude. Nou, als eerste gaan we die even slijpen. Even de liplijn doen. Ik heb niet de poeder gekocht trouwens. Ik heb een lipstick gekocht. In de kissing formule. En dit is Penelope Pink. Nou, die zien er zo uit. En dan is het deze kleur. Is dit pink? Is dit Penelope Pink? Pink, hè? Pink. Dit is gewoon een warme, neutrale kleur voor mij. Dit is niet pink. Dit is pink. Dit is Pillow Talk. Dit is niet pink. Maar goed. Laten we zeggen, ik had een andere kleur verwacht. En je dit? Mijn lip komt er doorheen. Het is niet lelijk, maar het is niet pink. Maar het is niet lelijk, maar het is niet pink. Even de september producten apart houden. Het is licht. En ik heb natuurlijk wel concealer op mijn lippen. Maar ja, ik heb heel veel paars in mijn lippen. En ik weet niet wat er dan gebeurt met sommige kleuren, maar die slaan erg oranje uit bij mij. En het valt mee, maar dit is niet pink. Kijk of ik even. Dit is niet pink. Dit is niet pink. Maar goed. Verder heb ik de Pillow Talk. Heb ik een proefje. Dat is zeg maar dan zo'n. Die hebben Chanel ook. Dan krijg je zo'n tubetje. Dit is de Pillow Talk Push-Up Lashes.
Ik heb een Magic Night Cream gehad. Heel leuk. Het is heel cute. Hier kom ik op terug, want dit ga ik vannacht proberen. Het is een beetje een gekke substantie. En dan heb ik een Eye Rescue gehad. Dus die zal ik ook vanavond gaan proberen. Dan heb ik een hele Charlotte dag, zeg maar. En dat is met een gouddopje. Het is een heel klein doosje, zeg maar, vergeleken. Nou, dat valt wel mee. En dat is ook een beetje zo'n jelly constructie. En dat was het. Ik had eigenlijk maar 3 producten besteld. Zo, dat mag even bij het afval. Ja, ik ga even poederen. Even de rest van mijn make-up doen. Hou ik jullie daarbij of niet? Nee. Ik heb het belangrijkste wel geprobeerd. Wat ik hiervan vind, schrijf ik nog wel even op. Ik weet ook niet of ik die gelijk nu gebruik. Die crèmetjes kan ik sowieso niet gebruiken. Nou ja. Dit was het. The Beautiful Skin van Anne. Nee. Jeetje. The Beautiful Skin van Charlotte Tilbury. Wat vind ik ervan? Het plakt heel erg, dus ik moet het echt oppoederen. Ja, ik vind het wel mooi. Het zit mooi. Het grijpt bij mij niet vast op droge plekken. Ik weet niet hoe dat bij anderen natuurlijk is, maar bij mij niet. De concealer doet voor mij genoeg. Ik vind het iets te dewy. Persoonlijke voorkeur. Maar ik vind de substantie op zich van de crème en de finish op de huid, het ziet eruit als huid. Ik zie dat ik een stukje vergeten ben hier. Precies waar het mijn haar ingaat, zeg maar. Zo, beter. Sorry. Beter. De lippenstift, ja, mooi. Ja, fijn. Niet roze. Nou. Ik vind gewoon niet roze. Het is niet roze. Het is een warme nude. Penelope Pink, vind ik. Maar dat vond ik al in de bullet. En dat heeft niets te maken met hoe die bij mij misschien nog iets naar het oranje of warmer uitslaat dan die misschien is. Maar dit hoeft niet, zeg maar. Dit is niet pink. Nee. Maar het is een fijne lipstift. En ik ga hem gewoon dragen, want ik vind het best. Het staat best bij mijn huid. Maar ik heb mijn spiegel daar staan. Dus ik ben af en toe even in de spiegel aan het kijken wat ik ervan vind. Ik denk dat de concealer een lichte tot medium dekking geeft. En ik denk dat de foundation hetzelfde doet. En afhankelijk van hoeveel je zelf opdoet. Ik had nu 2 pompjes gedaan en ik heb daarvan over. Dus ik denk dat ik met 1 pompje rondkom. Maar dat is, als het een gemiddeld pompje is, is dat sowieso de hoeveelheid die ik ongeveer gebruik. Ik heb van Chanel de Le Beige, maar die geeft hele kleine pompjes. Nou, dan heb ik er 2 nodig. Maar ik heb nooit hele dikke laag make-up op. Wel altijd make-up op, maar niet cakeface, zeg maar. Ben ik blij dat ik het geprobeerd heb? Aan de ene kant zeg ik ja. Aan de andere kant zeg ik nee. Want het was een drama met bezorgen. Ik had gehoord dat Charlotte Tilbury heeft in Nederland, of in ieder geval in het Europese vasteland, een distributiecentrum. Ik heb gehoord in Nederland, maar of dat waar is, dat weet ik niet. Ik had er niet zoveel van geprobeerd, omdat je er nooit een proefje van meekrijgt. En ik heb daar wel eens eerder wat over gezegd, geloof ik. Dat als je bij de Charlotte Tilbury counter in de Bijenkorf gaat vragen naar een proefje, dan hebben ze nooit iets. En ze willen ook nooit een proefje maken. Alle andere merken maken een proefje voor je als je daarom vraagt. Estée Lauder, Dior, Chanel, La Mer maken allemaal proefjes voor je.
maar Charlotte Tilbury niet. En ik heb daarover geklaagd, ook bij het hoofdkantoor. Nee, sorry, samples geven we alleen maar als je wat koopt. Ja, maar dat wil ik niet, want ik wil het eerst proberen voordat ik het ga kopen. In het kader van, ik wil in het tweede halfjaar van 2022 wat merken proberen die ik niet goed ken, maar die ik wel aantrekkelijk vind. Heb ik bedacht, ik doe een kleine bestelling bij Charlotte Tilbury. Want ik vind de blushes heel fijn, ik vind de lippenstift heel fijn, ik vind de lippotloden fijn. Die had ik al. Dus nou, ik ga dan toch proberen die Beautiful Skin. Want het trekt me wel, zeg maar. De verpakking, de producten, de finish, de aesthetics van het hele merk trekt mij. Maar goed, dus ik heb het maandag besteld. Het is nu zaterdag. Ik heb het maandag besteld. Ik kreeg op woensdag een mailtje van het komt donderdag tussen 2:30 en 3:30. Toen kwamen ze niet. Toen hebben ze om 5:00 de site bijgewerkt van UPS. Waarbij stond, het komt voor het einde van de dag. Wanneer dat dan is, weet ik niet. Dus ik heb tot 9:00 zitten wachten. En toen dacht ik, dikke neus, ik ga naar boven. Want ik ga altijd nog even lekker tv kijken, voordat ik ga slapen en zo. En Dennis is een ochtendmens, dus die gaat er vroeg uit. En dan hebben we even het laatste uurtje, we gaan om 10:00 slapen. Hebben we het laatste uurtje, kunnen we nog even... We zijn nu opnieuw Game of Thrones aan het kijken in voorbereiding op de nieuwe serie. Niks. En toen ineens, even voor 9:00 s'avonds, werd de site geüpdate en kwam het vrijdag. Nou, het kwam ook echt vrijdag, gisteren. Dus wat dat betreft, nou ja, goed. Ja. Ben ik heel erg gefrustreerd? Nee. Ben ik teleurgesteld? Ja. Al was ik teleurgesteld dat het er niet onder was? Ja, want ik had dit graag vrijdag willen opnemen, op mijn gemak. Maar goed, ik heb het gehad binnen een week. Dat is voor mij een redelijke termijn. Kijk, als je bij Zalando bestelt, duurt het ook een week. Maar bij Boosie Shop duurt het een dag. Of dan krijg je het de volgende dag. Dus ik, nou goed, weet niet wat er... Ik vind UPS over het algemeen niet een hele fijne en betrouwbare dienst. Maar dat is persoonlijk. More power to you als je dat wel vindt. Maar goed. Ik heb het geprobeerd en ik ben er blij mee. Ik ga het zeker blijven proberen. Ik ga zeker meer producten proberen. Ik wil ook graag de poeders. Maar je gaat ook bestellen bij Charlotte Tilbury. Want dan bestel ik de minis. Om eerst te proberen. En dat vind ik nog een probleem. Dat ze dat niet verkopen bij de Bijenkorf. Want dan kan je gewoon een klein mini proberen. Een grote poeder kost gelijk €44. Dat heb ik er nog niet voor over. Hoewel ik helemaal niet... bang ben om geld uit te geven, want ik heb hieronder een lavon met Chanel, bij wijze van spreken. Maar goed, dat was mijn relaas over Charlotte Tilbury. Ben ik blij dat ik het toch gekocht heb? Ja, vanwege het product. De finish iets te dewy, maar het zit mooi. Het laat je huid zien. Het hangt niet op droge plekken voor mij. Dus ik ben er tot nu toe tevreden over. Hoe het draagt en zo. Over het algemeen heb ik daar geen probleem mee. Ik heb geen vette huid. Dus ik ga niet heel erg shine in de loop van de dag. Ik heb ontzettend droge huid eigenlijk. En een natuurlijk wat rijpere huid. Ik ben 49. Ja, dat was het. Dat was het gewoon. Ik vind het leuk. Ik ben er blij mee. En ik ga er meer van proberen. Ik zou deze... een 8 geven. Nou, een goede 8 hoor. Ik vind het prima. En de concealer, ja weet je, die doet bij mij wat die doet. Zie je het verschil heel erg? Nee, want de foundation is ook zo dewy. Als je een wat minder dewy foundation hebt, is de concealer wellicht iets te dewy. Dat zou kunnen. Maar bij mij zie je het nu niet, want het hele gezicht glimt. Jeuk. Dus nou dat. Dat was hem. Bedankt voor het kijken naar mijn Hoebe YouTube kanaal. Leuk dat je er was. Fijn dat je even tijd met mij doorbracht. En dan zie ik like en subscribe, moet ik zeggen tegenwoordig. En dan zie ik jullie bij het volgende filmpje. Dankjewel. Doei.